Hallo iedereen, ik ben Jesse. En ik ben Jace. En wij zijn Team S.I.M. Nou, oh, ik dacht Rocket, maar even. Oh, dammit, ik heb mijn naam fout gezegd. Goed bezig, Dennis. We hebben nu nog alleen Steve nodig als Miyagen zijn compleet. Steve is natuurlijk niks meer waard dan een kat, dat weten we allemaal. Precies. Oh man, dan moeten we denken aan wat jij ook weer deed. Om hem te irriteren. Hij push. Kom, hè Steve, herinneringen? Ik denk dat hij nog steeds een trauma ervan heeft gekregen. Hij kijkt nog meer naar de pushes op dezelfde manier als toen hij eerder deed. Niet meer met het gedachte die ik op hem heb gedaan. Ja, te zal ons jullie denken, wie is Steve? Hij is onze denbeeldige vriend. Tje. Nee, ga weg! Hij bestaat echt. Alleen, hij negeert alles. Precies. Jij praat niet tegen hem, hij praat tegen jou. En ondertussen praat jij achterom zijn rug en scheldt hem uit. Precies. We hebben thee voor hem, we hadden eipoesje, wat nog meer? Stella, de hadden ook. Oh ja, dat. Gaan we nu serieus alle dingen opdoen om hem te irriteren? Alle dingen die we hebben gedaan om hem te irriteren. Even kijken. Nou, mijn favoriete moment waarschijnlijk. Toen ik en Steve alleen nog even toeloopt ergens naartoe. Dus hij... Hey. Hou je kop, Ennis! Maar dat was op een dag... werd dat een liedje beroemd van ik ben een teenager of zoiets. En toen zong Steven zo, ik ben een teenager, ik ben helemaal gek. En dan kom jij gewoon uit nergens, gewoon uit een groep ergens, uit het niets. En dan van, dus je geeft het toe. En toen op red Steven ook achter je aan, werd hij heel boos. Je kwam ook echt uit het niks. Dan moeten we denken aan zo'n tekenfilm moment, waarmee iemand uit het niks komt en dan iemand beledigt. Nee. Maar ja, Steven is wel makkelijk boos te maken. Oh, ik weet waarom hij me nog meer irriteerde. Ik weet niet meer zo veel. We noemden hem meisje, we noemden hem teef. We noemden hem breekbaar. Oh ja. Maar hij is breekbaar. Dus het is oh ja, en we noemden hem homo. Nee. Vanwege zijn rechterhand. Oh ja, zijn rechterhand, ja. Dat is de flauwe grap. Dat was een tijdje geleden, ik weet niet meer hoe die ging. Ik weet niet meer hoe dat uiteindelijk kwam. Uiteindelijk zei ik ben niet gay, mijn rechterhand is gay. En van, dat is een slecht excuus. Het is zo'n typische slecht excuus van, hé, ik heb het niet gedaan, mijn speeltje heeft het gedaan. Ja, ik heb haar niet gedaan. Mijn lul heeft dat gedaan. Ja, ik heb die ontwikkeld, dat heeft mijn lul gedaan. Dat is heel anders. Niet mijn schuld, sorry. Ja, het is niet mijn schuld dat mijn lul betreed is. Het is niet mijn schuld dat ik de lul vrij heb vergeten nu een lulmens ben. Ja, ik ben letterlijk een lul. Weet je, dat is heel erg. Dat is iets waar je nooit wil zien, eigenlijk. Nou, weet je wat ik nooit wil zien? Nou? De sperma vrij voor de spermabed. Oh, waarom? Ben je het diep ergens met iemand met de regel 34 geeft dat die fruit wel verzonnen? Die twee fruit. Waarschijnlijk, en die geeft het dan aan iemand. Ja. Of zichzelf. Wacht even, dit is geen Pokémon Crystal, we moeten ophouden met vieze seksuele grappen te maken. Ja, Pokémon Crystal, waar we vieze seksuele grappen maken en niet over Pokémon hebben. En Digimon, waar we over Pokémon hebben en niet seksgrappen. Nou, eigenlijk allebei, we hebben het hier over alles. Ja. Alles. Ja. Even kijken. Weet je wat grappig is, dat insect daar lijkt heel erg, komt mij heel erg bekend voor. Oké, op wat lijkt het volgens jou? Op een Pokémon. En dus? Doe je Ladyba? Volgens mij wel, ja. Nou, kijk, het verschil tussen Ladyba en deze Digimon. Deze Digimon kan evolueren in iets badass en kan elektriciteit uit zichzelf schieten. Precies. En Ladyba kan niks. Niks. Even kijken. Ik ga Pokémon opzoeken in een Digimon spel. Logica! Hoe
Hoe durf je? Ik ga dat echt doen. Maar de status is echt heel erg slecht. Pokédex. Ik ga voor de lijn. Nee. Oh, dit. Diepa. Een puzzel, zeker weten, stap niet op, op de lege stenen. Nou kijk, er is nog een verdieping daarboven en daar moet je onthouden waar de stenen zaten, want dat is waar je mocht lopen en waar niet. Loop niet op de lege stenen. Of loop niet op de... Maar je moet het onthouden waar de stenen zaten. Dat is het punt. Hier zit ik nog een beetje uit te zoeken hoe, wat ik moet doen. Wat de fuck moet ik doen? Jesse, jij hebt het spel hoe vaak uitgespeeld ook alweer? Dit is de eerste keer dat ik het speel, dus... Dit is de eerste keer dat je dit speel? Ja, ik speelde het blind, dus... Soort van blind. Soort van... Oh, je hebt vast een let's play van gezien, of niet soms? Ik heb een let's play ervan gezien, ja. Oké, Ladypa. De eerste vorm kijken we nu naar. Ladypa kent Early Bird, waardoor hij nooit kan slapen, en kent Swarm. Wanneer hij op laag HP is, of een derde deel... Hij meer schade doet met insect soort aanval. Zijn hidden ability is Rattled. Dat hem de mogelijkheid geeft om wat te doen. Ah, kijk zo wel. Hij is dubbelzwak voor stemmen, dat is niet belangrijk. Stats. Beast HP is 40. Beast Attack is 20. Beast Defense is 30. Beast Special Attack is 40. En Beast Special Defense is 80. En Beast Speed is 55. Ben je er nog? Ja. De aanvallen die hij kan leren is in level 1 Tackle, 6 Supersonic, 9 is Comet Punch. Hoeveel Pokémon doen die vuist eigenlijk? Ik heb geen idee. Level 14 is Light Screen, en Reflect, en Safeguard. Op level 17 leert hij Match Punch. Level 22 leert hij Button Pass. Op level 25 leert hij Silver Wind, 30 Agility. 33 shift. Het en op 38 dubbel R. En op 41 bugpush. Heel even. Oké, ik wacht even. Nou, we moeten weer lekker wachten. Even kijken. Nou. Deze puzzel kun je overslaan. Nee, letterlijk. Als je 3 keer valt met deze puzzel, kun je er gratis doorheen. Wat is de punt van dit puzzel? Je meent het. Wat is het punt van dit puzzel? Ja, dat is letterlijk nutteloos op dit toppunt. Oh, ik denk dat ik weet waarom ze dat deden. Om een lul te zijn. Kijk, je moet zo'n beetje lopen alsof je op de PSP loopt. Op de PSP? Ja. Ja, Jesse, we lopen op onze PSP. Ik ga even jouw PSP... Jesse, vindt het toch niet erg als ik jouw PSP ga lenen en even oploop? Als je erop kan lopen. Geen zorgen, ik hoef alleen maar op te stampen. Waar ben ik mee bezig? Omlopen. Ja. Wat ben ik aan het doen? Je loopt naar voren, dan maak je volgens mij een draai naar die kant. Nee, doe dat niet. Wat ben je aan het doen? Jesse, wat ben je aan het doen? Dan moet je naar links. Ik moet naar voren. Ja, oké. Nou weer naar voren. Ja, goed zo. Goed zo. Nou. En nu naar links. Nee, waarom ga je teruglopen? Waar loopt hij terug? Kijk, nou mag je de puzzel gewoon lekker overslaan. Wat krijg je hiervan eigenlijk? Helemaal niks. Je gaat gewoon echt verder. Niks? Heb je dit opgezocht? Nou, ik weet het niet eigenlijk. Ik denk dat je niks krijgt, want het is gewoon hetzelfde. Wat is het punt van deze puzzel? Onze niet-kijkende subscribers. Zeg even wat we hiervan kijken. Ja, onze niet-kijkende kijkers. We hebben eigenlijk nu geen bestaande subscribers meer. We zijn zo slecht. En geef Jesse zijn internet de schuld. Geef ik dus uiteindelijk Jesse de schuld. Ik geef schuld de schuld. Ja, schuld. Hoezo doe je dat, schuld? Ja, schuld. Fuck jou, schuld. Ja, Jesse schuld. Godverdomme, daar ga ik op. En nu krijgen we een Centaurus. Zag ik dat nou, lul? Wat? Ik zweer dat ik daar iets snap of niet hoor. Natuurlijk zou jij een lul zien. NS is de perfect in deze groep. Ah, zo'n beetje. Jij maakt de meeste seksgrappen voor alles. En Jesse is mijn vriend die ermee helpt. Soms.
Met wat mee helpt precies? Met en ook met alle grappen. Jij doet de meeste van ons allemaal. Jij doet de meeste grappen, seksgrappen van ons allemaal. Ja, mij doet mee. Ik doe mee, ja. Wat doen we allemaal? Nu ben je aan het knippen. Ik heb geen idee wat ik hier aan het doen was. Dit is net zo'n moment als met Daisy. Hi, I'm Daisy. I have no idea what I'm doing. Weet je nog, Yu-Gi-Oh! Bitch. I have no idea what I'm doing. Hey, mee, hoe weet je zo zeker dat die weg het juiste is? Vrouwenintuïtie. Maar hoe de 4Kids versie het heeft gedaan, ik heb geen idee wat ik doe. Even dat ze gewoon daar iets doen aan het schrijven waren. Je bedoelt zoals altijd doen? Ja. Wauw, oude Blue Eyes is terug. Takka, wat dat gewoon echt top. Echt, oh mijn god, hij is sukkel. En nu lopen we de juiste kant op. We lopen weer terug, we lopen uiteindelijk naar buiten. Nou, normaal heeft hij de muur gebroken en gingen ze daar naar buiten evalueren. Oh, maar kijk, dan een dark keer. Black keer. Ja. En Izzy probeert ervoor te zorgen dat hij weet wat de Black Ear doet. Alleen om te weten dat het eigenlijk gewoon fucking nutteloos is om dat te doen. Je ziet zo waarom. Ah, in ieder geval baasgevecht tegen Centaurusmon. Whatever. Nou, dus, oh wacht, nou gaat hij vast iets zeggen. Ga! Ja, later. Ja, dus nou gaat ze ook niet zeggen. Ik ga op Centaurusmon. Ja, dat was het. Wacht, heeft dit niet een evolutie gekregen? Ja, hij heeft een evolutie gekregen volgens mij. Waarom gebruiken die dan niet? Wat? Oh, nu gebruik je het. Ja, ik gebruik hem nu pas. Ik weet niet waarom. Vraag het me niet. Oh ja, wacht, ik wou iets doen volgens mij. Een statusverhoging of zoiets. Als ik aan het doen. Of verlaging. Weet jij van de aanvallen die ik heb gezien van Togumon? Ja. Is de naaldaanval. Godsamme, dat is veel combo's. Jongen, dat is zo weinig schade doet. Kijk nu even aan hoe krachtig die aanval zou zijn. Het zou net als Furry, het zou net als Hulk. Nou, laat maar zitten. En we gaan. Mijn god, jouw computer klinkt naar rechts. Jouw computer klinkt echt alsof het echt dood aan het gaan is of zoiets. En zorg ik ga even wat meer geluid wegstoppen. Ik ga meer geluid wegstoppen. Hoor je meer geluid? Fuck Logic! Even kijken. Is het echt dat luid? Het is best wel luid, ja. Zo. Dat vond ik dan. Misschien, je moet eens een keertje naar mijn Mega Man als ik je een echt Let's Play even zien. Ja. Of luisteren. Je hebt het computer daar ook gehoord, hè? Ja. Ja, de computer is echt aan het doodgaan. Mm-hmm. Maar waarom gaat hij dit compleet dood? En daar gaf hij weer een linkse. En dan schiet hij hem neer met zijn laser kanon. En daarna. Daar waar je naald naartoe zit. Kom maar, kom maar nu naald aanval. Welke missie zit je eigenlijk? Welke missie? Minuut. Ja. 13, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 47, 48, 49. Waar kan ik stoppen met tellen? 51, 52, 53. Waarom tellen met Jesse? 55, 56, 57, 58. Oké, en nu loop ik helemaal achter. Ik heb al helemaal geteld voor jou om helemaal achter te lopen. Dat is niet wel. Another horn attack. Ja. En volgens mij volgt hij zijn defense. Waarom? Het voelt gewoon zo. En je doet dan, je pakt. Probeer daar het te pakken. Jut. Oh, wow, we hebben echt al de energie verloren die we hadden. Ja. Digimon Master heeft alles van ons ingenomen. Ah ja. Ach. Dat doet pijn, weet je. Is niet aardig.
Mijn beurt! Waarom stop je? Het is zijn beurt, Gita. Ik moet wachten tot het voorbij is. Oh, kijk, een teamapel. Ja. En wat was het punt ervan? Je deed dit zoveel meer schade. Nou ja, het deed wel wat schade. Eigenlijk binnen legt ze. En hij zegt, fuck you too. Ja. Nee, die baas is slecht. Oh, kom op, je bent dood, dus gedraag je dood. Ladybane. Nee. Hij heeft ook geen elektrische soort tafel, de Ladybane. Nee. Ja, deze Pokémon is beter. Nee, dat is ook een van de zwakste Pokémon die er bestaan, volgens mij. Ja, nee, zo, ik bedoel met deze die. Oké, nou, moet je goed kijken hoe ze ervoor hebben gezorgd dat deze eiland terug naar normaal gaat. Magie? Nee. Instant teleport. Voor de duidelijkheid, Izzy probeert de hele tijd ervoor te zorgen hoe hij dat moest doen. En weet je hoe ze dat gaan doen? Nou. Dat zie je zo, wacht even. De digi-device. Nou, hij legt nu uit wat de digi-device is en zo. Wacht, zijn we... Wauw, aflevering 13 en... Oh, dit wordt een lange LP. Dit is een hele lange LP. Dit is minstens 60 delen lang ongeveer. Maar als we nu pas leren wat een digi-device doet, dan... Damn, dit wordt lang. Nee, weet je wat een digi-device is? En Liamon. Hallo Liamon, geen zorgen, Centaurusmon helpt ons wel. Zo gebeurt het ook weer niet. Waar? Wat was er net van Liamon om te komen als het toch verdwijnt? Weet ik veel. En weet je hoe zij het... En Mimi schopt het gewoon en daardoor kwam het terug. Is hij met de hele tijd te werken om dat terug te laten krijgen? Wat doet zij? Ze schopt er gewoon tegenaan uit woede. Wauw. Schijn je diep plek keer. Ik zeg toch, we moeten gewoon doen wat Tai altijd doet als iets niet werkt. Sla het gewoon, het werkt dan gelijk. Precies. Ja, kom op Tai. Ik bedoel, nee wacht. Kom op man, Izzy, je weet toch. Alles slaat. Ja. Het werkt.